Als hij bij de VARA is, dat is bij die thuiswedstrijd. Dan zit hij op eigen terrein. Die wint hij altijd, hè? Dat is zo mooi. Maar ja, trouwens, hij gaat nergens meer naartoe. Dat weet je, het publiek geheim. En studio komt bij hem thuis, dat weten jullie, hè? Heb ik jullie toch verteld? Studio komt bij hem thuis, dat weet je toch? Ja, natuurlijk, jongens. Dat zou toch ook niet anders kunnen? Wat dacht je dan? De ene dag zit hij in Zaire en de andere dag in Pieterburen. Wat lopen? Laten we eerlijk wezen, niet? Hè? En dan zou hij dan weer terug moeten komen. Nee, de studio komt gewoon bij hem thuis. En dan moeten wij denken dat hij ergens heel ver in het land zit. En die komedie speelt iedereen mee. Dat de man die het interview afneemt aan toe, die speelt die komedie ook volledig mee wanneer hij zo zegt van... Goedenavond, meneer Den Uyl. In de eerste plaats zijn we u bijzonder erkentelijk dat u zelfs op oudjaarsavond hier in de studio hebt willen verschijnen. Ik zou willen vragen, is het waar, meneer Den Uyl, dat de aardgasprijs, zoals vanmorgen in een landelijk ochtendblad werd gesuggereerd, dat de aardgasprijs straks gelijkertijd zal gaan houden met de olieprijs? Ik ben bijzonder blij dat u deze vraag stelt. Uiteraard zijn de berichten hier ook binnengekomen. Ik neem ze voor wat ze waard zijn. Vind ze persoonlijk gesproken voorbarig en tamelijk overdreven overkomen. Ja, misschien dat u ons... Dan nu eens kunt uitleggen hoe het allemaal precies in elkaar zit. Kijk eens hier. twee dingen goed begrijpen. Hier is dus inderdaad over gesproken. En dat geef ik ook uiterlijk toe. Dat heeft ook geen zin om dat te verdoezelen. En dat doe ik dan ook niet. Ik zal het ook niet ontkennen. Waarom nou te spreken van gelijke tred houden? Die formulering, die zou ik toch liever op uw rekening willen schrijven. Als ik het dan goed begrijp, meneer Den Uyl, is de olieprijs eigenlijk niet ter sprake geweest? Dat hoort u mij niet zeggen. Die is dus inderdaad genoemd. Uiteraard, maar niet in de zin van vastgekoppeld aan. Het is hoogstens in een vergelijkbaar vlak. En daarover bestaat, dat kan ik ook zeggen, ook bij de regering nog geen enkele zekerheid van. Maar we mogen aannemen dat het toch wel in de bedoeling ligt van de regering. Ja en nee. Ik zou het zo willen zeggen. Twee dingen goed begrijpen. Als olie en gas als brandstof in de wereld naast elkaar blijven bestaan... dat is natuurlijk een zekerheid die niet valt weg te denken. De regering probeert ook niet te denken. Dan zie ik het toch wel degelijk als taak van een regering... of het nou links of rechts is, dat vind ik niet als zakendienende. Maar om nou te zeggen, vastgekoppeld aan... gaat mij persoonlijke mening, net even iets te ver. Ja, gaat nog iets verder dan ik dacht. Ja. Neem niet kwalijk, meneer Den Uyl, maar hoe zit het nu precies? Is het nu wel waar of is het nu niet waar dat die aardgasprijs gekoppeld gaat worden aan de olieprijs? Nou, ik zou het zo willen zeggen. In zijn algemeenheid is het natuurlijk ondenkbaar om te stellen dat prijzen van wereldproducten geheel los van elkaar... zouden kunnen bestaan. We zullen ook in het geval van olie- en gasprijzen rustig moeten afwachten. Afwachten in goed vertrouwen.
En zonder paniek, het is de escalatie van de haalbare kaart die afhankelijk is van het economisch klimaat, die in de begripsvernauwing van 's werelds bloedsomloop alleen onder controle valt te houden. Wij begrijpen natuurlijk ook als regering drommels goed dat wij op een bepaald moment een bepaalde weg moeten uitstippen. Daar kunnen we ook niet van buiten. Maar je begrijpt toch ook wel tegelijkertijd dat je als je dit. Hier valt eenvoudig niks over te zeggen. Hebt u nog een vraag? Ja, ik zou willen vragen, is het waar, meneer de Nijl, dat de aardgasprijs, zoals vanmorgen in een landelijk ochtendblad werd gesuggereerd, dat de aardgasprijs straks gelijkertijd zal gaan houden met de olieprijs? Ik ben bijzonder blij dat u deze vraag stelt. Maar ik zie het op een schrik dat wij heel laat komen. En er moet nog een beetje feest gevierd worden vanavond ook. De jaarwisseling is toch voor ons allemaal een belangrijk punt. Dus ik zou bijna zeggen, laten we dit onderwerp uitstellen tot volgend jaar. Misschien is er nog een korte vraag waarmee we dus het jaar en het interview zo kunnen besluiten. Dus, er is toch nog een vraag waar we eigenlijk niet omheen kunnen. Iets waar heel Nederland zich op het ogenblik mee bezighoudt. We hebben Menten nu in verzekerde bewaring, maar welke straf staat hem hier nu eigenlijk te wachten? Dat is een moeilijke vraag. De regering houdt zich hier intens mee bezig. Maar wij mogen natuurlijk niet op de dingen vooruit lopen. Ook wij, dat kunt u rustig van mij aannemen, dat ik hier de waarheid spreek deze keer. Ook wij tasten nog in het duister. En ik kan u eerlijk en ronduit zeggen, het wachten is ook voor ons als regering op het nieuwe nummer van Accent.